Een week na de brand in de portiekflat op de Troelstraweg staat het appartementencomplex flink in de stijgers. Werklui herstellen de schade op het dak en het is wachten wanneer de bewoners van de 16 appartementen weer terug kunnen keren. Wanneer dat kan is nog onduidelijk. Volgens woningcorporatie Trivieren is dat afhankelijk van hoe snel de schade wordt hersteld. Bewoners van de begane grond zijn dan als eerste aan de beurt om terug te keren. Bewoners hoeven volgens Trivieren voorlopig geen huur te betalen. Een woordvoerster spreekt van een logisch besluit omdat ze er niet in kunnen wonen. Een groot deel van de bewoners heeft zelf onderdak geregeld voor de periode dat zij niet hun huis in kunnen. 5 mensen die zelf geen opvang konden vinden zijn via Woonbron voorzien van huisvesting.